leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Met papa in de auto weer. Ja. Ja, ik zit dus weer met papa in de auto, want papa brengt me naar Hoofddorp, naar Mees. Want ik heb gisteren mijn scooter daar laten staan, want het was super slecht weer. Dus heeft papa me ook gehaald en gebracht naar werk. Ik heb een nieuwe joggingpak aan, nieuwe jas, nieuwe tas. Allemaal helemaal leuk. Ik heb een nieuwe muts ook mee, een nieuw mondkapje mee. Alles wat ik nieuw heb, dat had je eigenlijk vorige week al in mijn vlog kunnen zien. Maar ik ga dus nu naar Mees. Ik heb de middag even geslapen bij Mees. En we hebben gewoon lekker gegeten. En nu ga ik richting Bel. Het is nu etenstijd. Dus ik ga daar zeg maar avond eten. En ja, het is donker. Kijk eens. Oh, gossie. Er zit een hondje op mijn schoot. Ik ben ondertussen bij Bel, zoals je kan zien. Zo, ik ben bij Mees wakker geworden vandaag. En ik heb hetzelfde aan als gisteren. Dat was dus dit pakje die ik van mijn broer heb gekregen voor de kerst. Ja, ik heb weer hetzelfde aan, want ik had niks anders mee. En we gaan nu toch naar mij. Want vanavond komen neef en nicht. En dan gaan we lekker nog een kerstdineetje halen. Dus dan ga ik me toch omkleden. Dus we gaan nu richting Moa. Een tijdje later. Ik ben alweer thuis. Mees is hier ook. En Carly die is even Joey en Nikki halen en Sophie. Want die komen dus hier eten, mijn neef en nicht. En vriendinnetje van mijn neef. Ik heb dit aan, deze broek met die gaten is van XO. Ik heb schoenen van Char aan, dus ook een soort cowboy boot. Dit shirtje is van de Zara, zo'n eenmouwig shirtje. En ja, ik heb mijn haar weer een keer gesteld. Maar ik probeer de kaars aan te steken, maar ik heb echt zo'n lange aansteker nodig, anders kan ik het echt niet. Moet ik ook weer hier in gaan gooien. Wacht. Zijn de lekkerste. Lekkerder dan als je hem ergens koopt. Ach, ach, geniet ze niet. Ze is zo geinig. Mees en ik gaan steekpapier schaar doen wie er naar Hoofddorp moet rijden op scooter. En gewoon één keer, één keer. Oké, wacht. Oh, ik ben heel zenuwachtig. Oké. Ah, ik moet even denken. Ja, ik weet wat jij gaat doen, denk ik. Maar dan ga ik het vaak. Oké. Steekpapier schaar. Yo. Oké, serieus. Oké, steef, bier, schaar. Nee, jongen. Hoezo nooit? Oké, wacht. Oké. Okay. Oh nee. Oké, steef, bier, schaar. Wat? Ja, oké, okay, kom. Steef, bier, schaar. Dit is echt niet leuk. Oké, okay, zullen we wel doen? Degene die verloren heeft en die naar huis moet rijden, krijgt wel een massage. Ja, nu moet je niet expres gaan verliezen. Ga dan. Nee, wacht, ik moet nadenken. Oké, okay, ik doe gewoon wat. Steef, bier, schaar. Ja! Kan ik jou omkopen op een of andere manier? 20 minuten massage. 20 minuten massage. Ja, we moeten wel eerlijk blijven. 20 minuten ritje, 20 minuten massage. Oh, het is ondertussen iets van. Oh. Donker. Het is donker. Donker. Ik wou dus zeggen dat Mees en ik eigenlijk vandaag weer eens niks hebben gedaan. We hebben net een film gekeken, hoe heette die? Parents Next Door of zo. Iets van neighbors Next Door. En het was een waar gebeurd verhaal. En het is echt een heel heftig. Oh. Het is echt een heel heftig film. Maar het is echt bizar. Gewoon die film. Je moet echt kijken, het is een waar gebeurd verhaal. Het is gewoon bizar dat zulke dingen gebeuren in de wereld. Het is echt vreselijk. Zo, ik ben net thuis. Ik heb zelfs mijn jas nog aan. Nou ja, Charlie jas heb ik aan. Want Mees die had gisteren echt zo'n dunne jas mee en het regende. Dus ik zei, nou doe jij mijn aan. Mijn is een maatje groter. Had ik die van Char aan. Niet dat die mijn echt paste, maar oké. Okay. Ik ben dus nu net thuis vanaf Mees. En ik heb zoveel mensen zien lopen, echt super vervelend, want ik rijd natuurlijk soms op een fietspad. En nou, echt niet normaal, ik heb zoveel mensen zien lopen, omdat het gewoon best wel lekker weer is nog. En het is natuurlijk de laatste dag hier van 2020, jongens. Het is
Oudjaarsdag. Ik heb weer de jongenspakje aan, want ik had weer niks anders mee naar mees. Omdat ik toch nu hier thuis ga omkleden. Dus ja, mooi verhaal weer, Lois. Topman. Dus heb ik mijn haar gedaan. En ik ga nu Charlie haar doen. Maar Charlie heeft verf in de wenkies, dus dat is heel heftig om te zien. Oh, je zag het niet, gelukkig. Maar ik ga nu Charlie haar doen. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Nou, ik ben klaar. Sorry voor deze slechte belichting. Wacht, ik zal even naar de badcel lopen, want daar heb je wat verder licht dan in mijn kamer. Ik heb dit aan. Deze blazer is van de van ASOS. De topjes van de Primark. Broek van XOBO. En mijn... Oh, is het niet. Een Moschino laarsjes met zo'n hartje. Maar ja, die zie je toch niet door mijn broek. Ik denk dat ik dit aanhoud. Ik ben er echt niet 100% zeker over. Dus ik ga nu misschien nog heel veel in mijn kast kijken of ik nog een ander leuk iets heb. Ja, ik denk dat dit hem wel wordt, maar I'm not 100% sure. Zo, dat kwam er niet heel soepel uit. Ik vier dus vanavond oud en nieuw gewoon thuis met mijn ouders, zus en mees. En mijn zus en vriend, die komt ook rond 12. En dan gaan we gewoon gezellig om 0:00 hier. 0:00 hier. En dan... ja, niks bijzonders. Gewoon met het gezin is ook wel een keer fijn. Want ik ben de voorgaande jaren niet thuis geweest. Gewoon met vrienden en zo. Dus vind ik het ook weer een leuke keer thuis. En dan daarna gaan we mees met mijn scooter naar Hoofddorp. En dan gaan we gewoon daar naar vrienden of zo toe. Dus ik zal proberen dingen te filmen. Maar misschien niet alles. We gaan meemaken, jongens. Ik heb er aan de ene kant wel zin in. Maar aan de andere kant is het ook zo dubbel of zo. Ik weet niet. Ja. Oké, ik heb toch nog even een ander topje aangedaan. Het is wel gewoon zwart, maar dit is ook met lange mouw. En ja, hier moet ik trouwens wel nog het kaartje van afhalen, want die heb ik dus nog nooit aangehad. En deze was wel wat bloter. Dit was namelijk dit. Dus ik vind dit ook wel leuk, aangezien deze ook nog nooit heb aangehad. En dan kan ik ook gewoon dit uitdoen, want het is gewoon met lange mouw. En anders was dit wel echt veel te bloot natuurlijk. Dus ik ga het kaartje er even afknippen. En dan denk ik maar even naar beneden. Wacht tot 12 uur. Dus het is nu pas 5:30. En ja, je zit natuurlijk gewoon thuis. Normaal heb je wel visite of wat dan ook. En nu heb je dat niet. Dus toch begin je een beetje sneller moeten worden. Oh, maar ik heb wel... Ik kan even geen schaartje vinden. Dus ik heb een nagelding. Maar dat werkt niet heel handig. Ik heb sterretjes gehaald. Dus dat vind ik op zich wel leuk om nog te doen. Want ik ben echt niet van de vuurwerk. Maar sterretjes vind ik altijd wel leuk. Het is toch een beetje... Ja, traditie dat ik dat elk jaar wel doe. Dus dat vind ik wel leuk. Ga ik wel doen. Ja, dat is het enige wat ik qua vuurwerk ga doen. Mag natuurlijk ook niet dit jaar vuurwerk. En daar ben ik best wel blij om. Want ik ben sowieso niet van een vuurwerk. Maar ik vind het altijd echt super zielig voor mijn kat. En voor andere dieren gewoon. Dus ja, tuurlijk er zal wat afgestoken worden. Ik bedoel, ik hoorde net ook al knallen. Maar ik denk dat het in ieder geval wel minder wordt. Omdat het natuurlijk niet mag. Nou, wij zijn nu Party & Co. aan het spelen. Gewoon met z'n viertjes nog. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit is. Wat is de dobbelsteen? De dobbelsteen moet je nog in gooien, volgens mij. En Charlie heeft een cocktail gemaakt. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat smaken. En we zijn dus gezellig party. Go aan het spelen met de film. Nee! Waar zijn? Hey! Bam! Lip laser! Net ook al, hè? Oh, hou op, joh. You? 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 Ja. Nee, wat is er? Wat is dat nou? Jong again! Zie je wel dat je dacht dat ik het niet kan? Nou, eigen kaasopletje, hè? En lekker allemaal happies, oliebollen en de lekkerste appelflappen natuurlijk. Okay. Maar ik heb gewonnen met Mees. Wij wouden Mees en ik wouden dit nooit spelen, Keesa. En Charlie was ons altijd aan het pushen. Nu spelen we het en nu winnen we. En ik heb dit ook net 2 of 3 keer voor de eerste keer gespeeld en alle 3 keren gewonnen. Oh, die is bo. Wat? Skibbo. Iemand nog iets kwijt? Want ja, tweede potje. Gewoon weer gewonnen. Gewoon weer. Ja! Ja, we spelen met z'n tweeën. Ja, dag. Kijk, meneer zit op zijn telefoon. We gaan even door. Mama vindt het niet meer leuk. Ik vind het leuk. Okay, we gaan nooit door. Je hebt echt gewonnen als je maatje ik ook gewonnen hebt. Nou, ik weet niet wat voor spel er je opeens bij verzint, maar dat was dit de vorige potje ook. We hebben hier grote speakers. Er komt echt harde knallen komen eruit. Lekker hoor. Dat is gezellig, hè? Dat is gezellig. We zijn verhuisd naar buiten, want ik ga lekker een sterretje afsteken.
Ja, het ruikt echt. Het stinking. Oeh. Oh, jezus. Char, doe die deur dicht voor die kat. Straks gaat John naar buiten. Hey, iemand te fokken. What the fuck? Wie doet dit? Char, jij doet dit. Hey. Waarom mag je zo? Dat is je vader. Wat kijkt hij? Maar je vader is hier achter. Je vader is... Papa! Papa! Danny wegrezen. Pap! Dit is papa. Pap! Dit was gevaarlijk. Ze komt het op mijn hoofd. Ik ga naar binnen. Dit is gevaarlijk. Oké, we gaan de hondenspel spelen. Papa en Mees zitten er ook, maar die zien niet in beeld. Ik ga wel gewoon de eerste ronde vragen stellen, ja? Oké, ja? Hier, wie intimideerde Helmut Lotti in de South Beach Playback Show voordat ze mijn carrière... Imiteerde. Intimideerde. Doe mij eens kindervragen maar. Intimideerde. Ja, maar... Wat? Die was Rembrandt. Een schilder. Ja, Danny is ook een schilder. Maatje. Wat een schilpad. Jij bent echt niet goed. Kevel, pak jouw brilletje. Vul je uit. Jezus, een schilpad. Kate, Rembrandt, een schilpad. Telgeld komt circuit. Ik ben niet zo goed om te doen. Cricket. Circus. Wat krijg je als je geel met rood meent? Pas. Nee, terug. Groen. Schilderrood. Nee, oranje. 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 Ja, ga toch weg. Hè. Hoor de vork links of rechts van je bord te liggen? Links. Ja. Welke meidengroep speelt ook in goede tijden slechte tijden? Met het liedje Adem. Nee, Linnea, ja. Jessica. Welke veters kun je eten? Droogveters. Ja! Jongens, schiet op! Waar woont Kerstman? De Noordpool. Wie vliegt er het hardst? Een vlieg of een struisvogel? Een struisvogel. Ja, want? Struisvogel vliegt niet, kom daar nu bij. Ja, dat is uit welke film komt de helft? Ja, Luke Skywalkers. Star Wars. Ja. Waar voerde Titanic tegenaan? Pas op voor de lamp! IJs! Oh. Jezus! Bij de Mars is... Weer mix. Is strak. Hij is... Dit gaat mis. Hij is echt strak, hè? Auw, fles. Ja. Woe! Maar is niet strak. Vijf, vier, drie, twee, één, doei. Nou, ik zei goedemorgen, zei ik het nou. Het is ondertussen 3 uur. Mees en ik waren om 1:30 wakker. En toen wou ik eigenlijk verder gaan slapen, maar het was wel echt heel laat. En we zouden ook gewoon lekker gaan ontbijten. Had zijn moeder voor ons klaargezet, dus net lekker ontbijten. Ik ben nu echt weer super moe, dus ik ga gewoon lekker hier in bed liggen en een beetje niksen. Dan eten we hier en dan gaan we daarna naar mij toe. Gisteravond was echt super gezellig. Het is dus wel echt heel laat geworden en... Ja, het is een van de laatste dagen van de vakantie. Dus ik ga nu echt even bijkomen. Want maandag begint school weer. En normaal moet je dan niet naar school. Want je hebt nu online lessen. Maar omdat ik een examen heb, moet ik wel naar school. Dus dat is super vervelend. En ik ben echt heel moe. Terwijl ik heb 7 uur zo geslapen. Dus dat is op zich niet heel weinig. Maar ik ga zeker nog een paar uurtjes bijtanken. Zodat ik
morgen en zo niet meer zo moe ben. We zitten even skipboot spelen met z'n drieën. Ondertussen is Mees bezig met een lekker ontbijtje voor mij. Ontbijtje, het is 2 uur. Ja, dat is, weet je, als je net wakker wordt, is dat nog ontbijt. Kom dan Mees, we gaan weer steenpierschaar doen van Wieder naar Hoofddorp rijden. Doe eens niet zo veel, want ik moet dit er later weer uitknippen voor jou. Echt niet, mag erin. Zo, dat is ook nieuw. Oké, let niet op mijn haar. Let niet op mijn haar. Oh, oké. Eén keer, hè? One take. Kom dan. Oké. Steenpapierschaar. Vamos! Oké, maar... Mees, vanaf jou naar dorp en terug... Dat gaan we dan weer doen. Dat gaan we nu ook doen. Okay. Wie er gaat rijden. En dat is één iemand, hè, die heen en terug rijdt. Hoe bedoel je? Oké. Ik haat dit. Wacht even. Pap, 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 pap. Au. Kom. Oké, 3, 2, 1. Nee! Zo, wij zijn ondertussen bij Mees thuis en we hebben ook al boodschap gedaan. En ik bedacht me trouwens dat ik nog helemaal niet heb gezegd. Gelukkig nieuwjaar tegen jullie, maar bij deze, gelukkig nieuwjaar. Ja, ik ga nu voorbereidingen doen voordat een vriend uit Utrecht komen. Die komen rond 4, 5 uur. Het is nu 4:15. Maar ze zei net van we rijden rond 1:15 weg. Dus dat is top, want ik kan nog even een voorbereiding doen, want ik ga wat dingetjes maken. Ik wil ook gewoon piccolini's en zo. Maar we gaan ook nachos maken. Ik ga kipnugget Doritos maken. En wat hadden we nou nog meer? Guacamole gaan we zelf maken. Zo'n kant-en-klaar pakketje aan. En gewoon een lekker borrelplankje vooraf. Dus dat gaan we nu even doen. Goedemorgen, het is vandaag weer zondag, dus ik ga zo werken en de vlog afsluiten. Ik heb gisteren volgens mij echt helemaal niks gefilmd, toen onze vrienden er waren, maar ja, het was gewoon heel gezellig. We hebben wat spelletjes gedaan, maar ja, heb ik dus niks gefilmd. Mijn haar zit echt alsof ik uit de jaren 90 kom. Wacht even hoor. Zo is het niet veel beter, maar oké. Ik ga nu toch werken, dus maakt niet uit. Ik hoop dat ondanks ik volgens mij een beetje weinig heb gefilmd, dat jullie deze vlog wel leuk vinden. Als jullie het leuk vinden, doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal zodat je niks mist. En dan hopelijk tot bij mijn volgende video.